opvallend. Kees Luijks, speler van AZ, die werd verhuurd in de winterstop aan Excelsior. Er was nog wat om te doen vanuit de AZ-groep. Ja, natuurlijk. Je kan kampioen worden en dan speel je tegen een van je eigen mannen. Hij was een jongen van AZ. En dan verwacht je eigenlijk toch stiekem wel dat hij dus niet met een mes op tafel ingaat. Maar dat deed hij dus wel. En ook juichen. En dat zorgde voor heel veel irritatie bij een aantal spelers van AZ. Ik weet nog Schaars dat hij daar echt woest over was na de wedstrijd. Van, wat een idioot, waar is hij nou mee bezig? Jongen, Kees, laat je op, man! Speel een boeltje voor AZ, jullie mafkees! Kan je dat zo goed allemaal?